Hallo allemaal. Leuk dat je kijkt naar een van mijn filmpjes. Dit is de laatste uit deze serie van de zomer. En ik ben zojuist geland in Qatar. Nou, we gaan dadelijk uitstappen. En ik zou zeggen, kom mee. Ja, en hier in Qatar hoef je het zeker niet koud te hebben. Het is hier op dit moment eind van de middag, zo'n 38 graden. En het voelt nog een stukje warmer, want de luchtvochtigheid is hier iets hoger dan in de rest van het Midden-Oosten. Want bijvoorbeeld als je in de Rode Zee die omgeving bent, dan heb je vaak wat wind vanuit de woestijn. Hier heb je altijd wind vanuit zee, dus dat houdt in dat het best wel warm aan kan voelen. Warmer dan het eigenlijk is. Nou, ik ben nu onderweg naar een van de belangrijkste plekken, de Souk Waqif. En dan gaan we eens even kijken wat daar allemaal te beleven valt. En hier is dan het plein voor de Souk Waqif. Nou, de zon lijkt heel laag aan de hemel te staan, maar dat is het niet. Want dat heeft allemaal te maken met die hoge luchtvochtigheid. Daardoor is het heel erg nevelig. Nou, zo kun je daar dus op een paar kilometer afstand het moderne deel van de stad zien. Lijkt alsof het heel ver weg is, maar het is gewoon de nevel waardoor het heel ver weg lijkt, heel schimmig. En dat je het dus niet kan zien. Op de Souk kun je van alles kopen, ook vogeltjes, daar vind ik wel het mijne van. Maar zelfs die zijn hier te kopen, ook de huisdieren die koop je hier gewoon op de markt. Nou, op de Souk kun je natuurlijk ook een heleboel andere dingen kopen. Zoals allerlei mooie spulletjes voor in huis. En allerlei souvenirs. Zelfs een paar dolken, nou die doen we maar even niet. Al was het alleen al omdat ik die niet door de douane heen krijg. En natuurlijk ook een heleboel goud en zilver. En als het je erboven allemaal te warm is, dan ga je gewoon onder de grond verder. En dan reis je gewoon een stukje met de metro. Die is hier vanwege dat WK van vorig jaar aangelegd. En die werkt heel goed. Kost ook helemaal niet veel. Want per rit betaal je ongeveer 50 cent. Een klein dingetje in de Qatarese metro is wel dat je dus op de juiste plek moet instappen. Nou, hier staat standaard. Dat houdt in dat ik hier gewoon kan instappen. Maar je hebt daarnaast ook een eerste klas. Maar wat we niet hebben in Nederland is een aparte ruimte voor niet alleen reizende mannen. Dus voor families. Die stappen op een andere plek in. Dat houden ze hier graag gescheiden. Dus ik zit hier bij de andere alleen reizende mannen. Als je 's ochtends terugkomt, dan ligt de luchtvochtigheid een stuk lager en dan kun je de andere moderne stad toch wel een stuk helderder zien. Achter mij ligt ook de haven, althans de oude haven met een aantal klassiekere bootjes. En dan hebben we hier ook nog het Museum van Islamitische Kunst, maar het is vrijdag, dus dan is het dicht. En ondanks dat het hier natuurlijk vrij dor is, hebben ze nog steeds wel heel wat groen. Maar ik snap wel dat ze hier met deze broeierige warmte geen lavendel langs de weg laten groeien. Want voor je het weet loopt iedereen hier in zijn blote niks of met een handdoekje om te vragen wanneer de volgende opgie begint. Want het is net een sauna. Een kleine plek om je op te houden is hier in een van de vele winkelcentra. Dit is ook een van de grotere, de Doha Center Mall. En zoals je ziet, een speelparadijsje voor de jongste van ons. En daarnaast ontzettend veel winkels op verschillende etages. Dus hier kun je de middag wel doorkomen. En naast ook nog allerlei
plekken om te eten, heb je ook hier een enorme speelruimte voor de jongere generatie. Dus hier kun je je geluk niet op. En een ander populair winkelcentrum is Villaggio. Dat vind je wat meer landinwaarts, wat verder van de kust. En dat is helemaal op zijn Italiaans opgetrokken. Binnen is het lekker koel. Maar voor het geval dat je het toch te warm vindt om te lopen, kun je altijd nog per gondel naar de volgende winkel gaan. En aan alles komt een einde. Zo ook aan deze vlog en ook aan deze serie. 3 weken lang Indonesië, Oost-Timor en Qatar. Ik ga nog even een paar dagen rustig aan doen. Ik lig hier heerlijk half in het zwembad. En ik ga er nog even wat genieten. Ik zie je later. Like, reageer, abonneer. En tot de volgende keer. Wie weet wanneer. Later.